Deze weken mag ik wat vragen, de discussie over Zwarte Piet. Je hebt het vast al wel gehoord, want de kranten staan er vol mee. Maar hoe denken de Tilburgers erover? De vraag voor deze week luidt, wat vind jij ervan dat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn? Wat vindt u ervan dat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn? Belachelijk. Verschrikkelijk. Nou, ik vind dat wat ridicuul. Vind ik gelul. Ik vind het echt belachelijk, want ik heb zelf kleinkinderen. En ik vind gewoon dat er helemaal niks met discriminatie te maken heeft. Nee, die moet gewoon blijven. Ja, moet blijven. Daar is geen discussie over mogelijk. Het is gewoon een feestje wat gebeurt en je kunt erover eens zijn. Moeten we dat belachelijk maken? Maar het is een feest, dat gebeurt gewoon. Ieder jaar een keertje en daarna is het afgelopen. We moeten overal maar in meegaan en de mensen die hier naartoe komen, die willen alles af gaan schaffen. Dus dat vind ik echt klinklare onzin. En wat als ze het nu wel af gaan schaffen? Dan ben ik heel boos. Vind ik heel erg. Dan kunnen straks ook wel bijvoorbeeld net zwaar plaatjes van vroeger van een Chinees met geel. Spleektoog, dat was het vroeger toch? Ja, ik bedoel, dan kun je ook wel zoiets gaan zeggen van... Dan moet je Sneeuwwitje weg. Ja. Kunnen we alles eigenlijk wel af gaan schaffen? Ja, daarom nee. Slecht. Zwarte Piet blijft gewoon klaar. Het bestaat al jaren en dan moeten ze in één keer gaan veranderen omdat Amerika dat zo nodig vindt. Ik vind het echt stom. Als mensen hier naartoe komen, vind ik, dan moeten ze weten wel in welk land ze gaan. Dan moeten ze weten wat er in een land los is. Kiezen ze daarvoor, oké, zo niet. Ja, dat is dan jammer. Wij gaan hier ook in allerlei dingen mee, dus ik denk dat ze dat gewoon moeten accepteren. Wat vinden jullie ervan dat Zwarte Piet geen Zwarte Piet meer mag zijn? Ja, ik vind het echt een wiel. Dat kan toch niet? Ik weet het niet doen. Dat vind ik eigenlijk best wel onzin. Belachelijk. Ik vind het gewoon puur onzin, want ze moeten in kinderfeest moeten ze zich niet druk over maken en gewoon laten zoals het is. Ja, het is gewoon een traditie. En het is ook... die insteek is er nooit geweest van slavernij. Als je teruggaat in de geschiedenis, dan staat er ook dat dat helemaal daar niks mee te maken heeft. Dus ja, ik wil gewoon dat Zwarte Piet moet blijven. Ja. We moeten het feest gewoon behouden. Ik vind het allemaal wel één groot onzinverhaal. Dus het heeft in mijn ogen helemaal niets met discriminatie te maken. Geen aanpassingen. Ik vind sowieso dat iemand die helemaal niet van Nederland komt, die geen idee heeft hoe de traditie hier in elkaar steekt, een beetje gaat beslissen dat het discriminatie is, terwijl ze dat helemaal niet weet. Dat vind ik gewoon bizar. En als we het nu toch af gaan schaffen, wat zou je daarvan vinden? Niet leuk. Nee, ook niet leuk voor de kleinkinderen. Het moet gewoon blijven, het is één groot feest. Nou, dat zou ik doodzonde vinden, want het is gewoon een historisch gebeuren wat een beetje bij onze sfeer past. En dat is een kinderfeest, dan moet iedereen met zijn vingers vanaf blijven. Zo simpel is het gewoon. Wat vind je ervan dat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn? Aan de andere kant begrijp ik de donkere mensen wel. Ja, dat ze zich beledigd voelen. Omdat je toch je wordt geassocieerd aan de slavernijtijd, zeg maar. Dus dat snap ik wel. Alleen ik snap ook wel de kinderen. Ik bedoel, die zijn gewoon gewend van om Zwarte Piet te vieren. Dus voor mij mag het gewoon blijven. Alleen ze moeten wel rekening houden van hoe ze een Zwarte Piet uitbeelden. Zwarte Piet mag zwart zijn. Maar Zwarte Piet hoeft niet als een negroïde man te worden afgebeeld. Dus het hoeft voor je niet afgeschaft te worden, maar een verandering? Ja, een verandering. Zoals van Muiswinkel, Erik van Muiswinkel, heeft het ook beaamd. Hij heeft heel lang Zwarte Piet gespeeld. Maar hij heeft zelfs toegegeven van het is ook beter dat het een beetje niet overdreven, zeg maar, dat een Zwarte Piet niet te veel op een neger gaat lijken. Maar dat het echt gewoon... zijn eigen gezicht heeft van oké, dit is Zwarte Piet. Het is echt een blanke persoon die in een schoorsteen, door een schoorsteen is geweest. Snap je? Dat is gewoon beter. En hoe zou u het dan anders doen? Nou, gewoon zoals het verhaal zegt. Dat zijn witte mensen die door de schoorsteen cadeautjes komen brengen voor de kinderen. Laat er dan gewoon een witte man zijn met zwarte strepen op zijn gezicht. Ja, rode lippen moet gewoon weg. Laat ik het zo eerlijk zeggen. Laat hem niet verkleed zijn als een negroïde man. Maar dan kom je op een ander terrein. Want mensen van Suriname, mensen van Curaçao,
wonen ook in Nederland, maar die hebben ook te maken met het slavenverleden. En daar moet iedereen ook gevoelig voor zijn. Rekening houden met donkere mensen. That's it. Je kan wel zeggen van nou, het zijn schoorsteenvegers, komt door een schoorsteen, maar het is helemaal niet zo. Het komt nog steeds wel uit racistische tijden. Het enige is dat het niet kwaadaardig bedoeld is. En er zijn wel gewoon compromissen in plaats van een feest dat gewoon gegrond is in onze traditie. Terwijl in een wereld die geglobaliseerd wordt, dus dat identiteit, dus de Nederlandse identiteit steeds belangrijker wordt voor het Nederlandse volk. Daar moet een compromis gesloten worden en moet niet het hele Sinterklaasfeest verboden worden. Wat vind je ervan dat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn? Ja, dat vind ik wel onzin eigenlijk. Eigenlijk maakt mij het helemaal niet uit. Ja, onzin natuurlijk. Ik bedoel, het is natuurlijk een stukje cultuur uit Nederland. En dat mensen uit het buitenland naar Nederland komen, dat is natuurlijk oké. Maar ze horen niet onze cultuur aan te gaan passen. Als het af zou schaffen, vind ik het jammer voor de mensen die het echt als een traditie, echt een heel erg traditie zien. Maar mij maakt het niet zoveel uit eigenlijk. Ik wil gewoon cadeautjes ontvangen. Zo simpel is dat. Ja. Nou, dit jaar krijg je in ieder geval nog.